Er wordt hard gewerkt aan de toekomst van Wolfhezen. De gemeente is namelijk van plan om honderden huizen te bouwen op het terrein van Pro Persona waar ruimte vrijkomt. Dit betekent dat het dorp er bijna twee keer zo groot wordt. We gaan in fases delen van het perceel wat vrijkomt invullen met woningbouw. En dat is een hele afwisselende woningbouw. Ik weet nog in de eerste gesprekken die we gehad hebben met inwoners die zeiden we willen geen hoogbouw. En later is eigenlijk totaal besloten in alle groepen van goh, hoogbouw mag, maar niet hoger dan de hoogste bomen in Wolfhezen. Nou, dat zijn hele mooie ontwikkelingen die we zeg maar al gaande in de gesprekken kunnen constateren. Dus het wordt een hele afwisselende wijk. Hoogbouw, waardoor je meer groen kan behouden. En laagbouw, wat heel veel mensen natuurlijk ook heel graag willen. Ze hebben ook wel meegedacht van nou, wat kunnen we voor wijk bouwen daar? En zij zien bijvoorbeeld heel erg voor het nieuwe stuk de interactie tussen zorg en huidige bewoners. De komst van nieuwe, jonge Wolfhezenaren was een sterke wens wat echt in dat gebied wel echt naar voren kwam. Er zijn niet alleen concrete plannen voor de nieuwe wijk bedacht, maar ook voor het dorp zelf. Inwoners uit Wolfhezen mochten input geven over wat zij willen dat er met het dorp gaat gebeuren. Nou, de inwoners van Wolfhezen en ook andere belanghebbenden, zoals ondernemers en belangenverenigingen, want die hebben ook meegedaan, vinden het ontzettend belangrijk dat met name de rust, het groen, wonen in het groen, dat dat behouden blijft. Dat zien zij echt als een grote kernkwaliteit, dus dat willen ze heel erg graag behouden. En een grote groep vindt het ook heel erg belangrijk dat er voorzieningen, in ieder geval die er nu zijn, denk aan de tennisclub, de voetbalvereniging, maar ook bepaalde horeca, dat die blijven of zelfs misschien verder worden uitgebreid. Sommige bewoners kijken er echt naar uit dat er iets gaat gebeuren met Wolfhezen. Die zien echt kansen, ook voor kunst, cultuur, de voorzieningen. En andere mensen die vinden het spannend. Ook omdat het bouwverkeer, de bouwprojecten, wat gaat dat voor overlast geven? Hoe gaat het eruit zien? De identiteit van het dorp, blijft dat behouden? Dus die vragen zijn er ook. De visies liggen er, maar de gemeenteraad van Renken moet nog beslissen of zij meegaan in de ideeën van de gemeente en de inwoners. Veel raadsleden zijn al geweest bij bewonersbijeenkomsten. Dus ze hebben gezien dat het iets is wat ontstaan is met heel veel inwoners zelf en heel veel ondernemers daar. Ze weten dat het iets is van het dorp. Dus qua inhoud denk ik dat zij daarin wel mee zullen gaan, omdat ze weten dat het iets een wens is van het dorp zelf. Hebben ze creatieve aanvullingen, dan horen we dat heel graag.